Vandaag is het weer een speciale video. Vandaag is de 5e aflevering van de Fall Guys serie. Maar niet alleen dat, vandaag is het nieuwe Fall Guys seizoen. Fall Guys seizoen 3, Winter Knockout. Maar zoals jullie weten, daag ik elke Fall Guys aflevering iemand uit. Nu, ik heb iedereen in België een beetje gehad. Oké, dat is een beetje overdreven. Maar deze keer ben ik mijn tegenstander gaan zoeken in de Nederlanden. Vandaag speel ik met Paddy. Paddy? Wie ben jij? Ik ben Paddy, op internet beter bekend als Surya. Ik ben te vinden op Twitch en YouTube. Ik ben 21 jaar oud, 10 mei 1999. Misschien dat is mijn leeftijd over een jaar niet meer geldig. Ik ben 22, dus 10 mei 1999. Dus reken het zelf maar uit. De makers van Fall Guys hebben speciaal voor dit nieuwe seizoen een playlist gemaakt met alleen maar de nieuwe maps. En guess what? Dat is ook gewoon het enige wat we gaan doen vandaag. Dus Paddy, heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Ik heb het spel hooguit 2 maanden niet aangeraakt, maar ik ga je inmaken. Shh, dat moet je niet zeggen. Anders lijkt dat alsof ik alleen maar slechte mensen uitnodig. Oké, nee, let's go. Oké, boys, we zijn in een van de nieuwe maps. Ah ja, want dat is logisch, want we spelen alleen maar met de nieuwe maps. Maar ik ben echt fucking benieuwd. Paddy, denk jij dat je kans maakt om het verder te schoppen dan mij? Ik ben een Nederlander. Ik ben vreselijk egoïstisch. Tuurlijk. Oh boys, wat voor dikke chaos is dat hier, joh. Ah, je loopt wel vooraan. Dat is al een goed teken. Yo, hoe groot... Ja, maar weet je wat de wet is van Fall Guys? Je moet niet eerste zijn. Je moet qualified zijn. Au. Holy fuck, man. Waar zit jij nu precies? Ik word... Allee, joh. Ik zie jou niet. Ja, nee, dat komt omdat ik nog helemaal achterloop. Dus ik moet me eigenlijk wel een beetje haasten. Ah, je kunt ook naar beneden vallen. Ah, ja, ik ben teruggelanceerd. Fuck me life. Ik werd uit de map gegooid. Ja, er is wel echt een kans dat ik deze niet ga halen, om eerlijk te zijn. Nee. Holy fucking shit. Ik ben gekwalified. 12e. Man, nee. Oeh. Oh mijn god. Oh. Ja, een laatste! Oh. Holy fucking shit. Mijn god. Oké, we zijn in de nieuwe map beland. En deze is nogal iets van de trailer, I guess. Heb jij hier een goed oog in, Paddy? Of dacht je van, holy fuck, het is de bedoeling dat je ringen pakt. Ja, je moet door de gaten springen. Ja, hoeveel heb jij? Ik heb 6 van de 15. 6 van de 15? Ah, what the hell? Nu is het ineens qualified. What the fuck? Ah, nee, holy fuck. Ik snap het. Oké, ik ben qualified. Holy fuck. Ik was echt zo... Huh? Dus je moet 15 ringen pakken, maar ik was het aan het verwarren. Anyway, we gaan kijken hoe dat Paddy het doet. Je hebt er nog 5 nodig. Deze moet wel lukken. Sad. Dat is heel sad. Ik zal probeer die gouden nog te pakken. Ja. Oké. Ik zou niet te hard treuzelen. Oh, nog eentje, kom op. Nee! Serieus, ik was fucking weggeschoten. Yes! Oké, het eerste rondje is al gewonnen door mij. Nu, ik ga nog eventjes voorspelen en daarna zal Paddy een tweede kans krijgen. Ja, nu krijg je voordeel op de andere maps, dat vind ik niet eerlijk. Ja, maar ja, dan moest je niet zo snel doodgaan. Ik werd weggejiet, dat was niet eerlijk. Wacht, maar wat is hier de bedoeling van dan weer? Au. Die blazers zijn wel redelijk irritant. Ai. Oké, je mag dus niet over het midden lopen. Oké, dat weten we dan. Oh, nee, niet op... Oei. Deze ziet er niet zo super goed uit voor mij, dat geef ik wel eerlijk toe. Oké. Oh, maar hoe komt die ene doodle aan een pinguïn? Oh. Oké, maar deze heb ik wel door. Ja, het is een keuze. Ja, exact. Of de sneeuwbal of
Okay. Oh, daar heb, daar heb ik heel veel geluk gehad, ja. Oh, ik moet hierop, oké. Oh. Oké. Ja. Holy fuck, man. Nieuwe maps zijn episch, holy shit. Nieuwe maps zijn heel leuk. Snowy Scrap. Een teamgame. Wat de hell is deze? Wat in de fucking shit. Hier moet je sneeuwbal rollen. Ah ja. 9 van 10 is dat de eerste keer dat die mannen dat allemaal spelen. Dus, I am pretty benieuwd. Boys, doe dat nou daar. We gaan sneeuw afpakken van rood. Oh shit, we zijn slecht bezig. Oh, onze bal. We moeten niks doen. Oh. Ja, voor mij moet je gewoon tegen die stoppen. Ja, inderdaad. Dat is het. Dat is de tactiek. Ja. Wij zijn wel niet zo super goed bezig, to be honest. Ja, maar ja, die fucking geels die rond te mollen. Ah, ja, en nu dat we juist die bal van daar weg hebben. Oké, wacht even. In die richting. Ja, nu gaan jullie wel beter. Ja, maar niet goed genoeg, hè. Oh, deze... Nee. Deze is niet goed. Ja, raar. Jammer, maar waar. Yep, hij blijft ook zo leuk rondjes draaien. Ja. Doe me denken aan Beyblade. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Tjing! Alhoewel? Ja! Wat? Hoezo? Holy shit, man. Ik was weer zo close. Weer al, holy shit. Dat is alleen maar een teken dat ik ga winnen. Dan moet je een keuze gaan maken. Minecraft koning of Fall Guys koning. Is it too much to ask for both? Oeh, the final tin ice. Oké, dit is eigenlijk gewoon Hexagon 2. Oh boy. Oh, wat een leuke luid. Precies zo dat je zo ijsklontjes in een cocktail doet. Dat zijn wel meerdere lagen. Ja, inderdaad. Oh. Wow. Nou joh, jij gaat gewoon blokje voor blokje slopen. Ja. Ik ben echt benieuwd wanneer er iemand geëlimineerd gaat zijn. Ik kan al blij zijn mocht ik niet als eerste geëlimineerd zijn, like. Dat is pretty gênant. Oeh, kijk, ja, kijk daar binnen al. Daar is al redelijk wat weg. Oh. 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 Ja, maar nu... Nu begint het echt heel gevaarlijk te worden, omdat het is ook zo veel moeilijker om in te schatten. Oh, nou moet je terugkomen. Oh, oh! Oh. Oké. Waar is de andere? Oké, daar. Oh shit. Ja! Boom! Mijn eerste game in seizoen 3 gewonnen! Boom! Yes! Twee close calls bij, hoor. Oh! Why yo? What the fuck? Holy shit, je bent te goed, hè? Oké, sorry. Mijn eerste game gewonnen in seizoen 3. Hoe fucking episch is dat? Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Zie mij gewoon even al die levels knallen. Holy shit. Easy game. Gelijk level 5. Dus win nummer 26. Holy shit. Ik speelde te veel, ja. Goed, maar als je zou ik zeggen, ik heb een win. Ik stop de video, want dan ben ik praktisch al gewonnen. Maar ik wil Perry toch nog één kans geven. Ik vind dat Perry dat wel verdient. Hij is de eerste gast uit Nederland die ik ontvang. Hij verdient wel een tweede kans. Perry? Heb ik een speciaal plekje? Ja. Denk je dat je deze keer iets beter gaat doen? Ik denk het wel. Er was nog even inkomen, even om in te komen. Weet je, even warm lopen. Dat is waar. Goed. We gaan beginnen aan de tweede game. Ah, shit. Here we go again. Ook gewoon iedereen bumpt in. Ja. Fucking hell. Kijk, hier ga ik gewoon naar beneden. Like, ik doe niet eens de moeite om langs de midden te gaan. Ah, je loopt achter me. Hey. Gezellig toch? Ja, kei gezellig. Oh, je kan hier ook hier dus... Oh, ik wist geen eens. Ja, dat zei ik er net. Wist ik geen eens. Dat weet je nu wel. Oh. Ik zit allemaal moeilijk te doen in het midden. Van het lukt me niet. En zus. En zo. Oh. Yes. En dan kom jij ermee aan van je kan ermee in het midden.
En dat wist ik niet. Oh. Ja, oh. Hoor. Nee, wacht. Rustig blijven. Deze heb je. Maar, hè? Huh? Wat de fuck gebeurt er? Nee. Heb je dat? Nee. Ja, hij is al wel qualified. Het is al 40 van de 39. Maar zijn je qualified of niet? Staat je ja! nog... Ja! Wat? Hoezo? Dan moet je echt terugkijken. Ik was nog ineens over de finish heen. Ik was nog ineens over de finish. Man. Ik was niet over de finish. Fuck. 40 van de 39 is er één te veel. What the fuck? Oh, het is weer deze. Oké, ik stel voor, Perry, dat je deze keer wel haalt. Ja, ik doe het. Nee, ik leg maar. Oké. Ja, hoor. Oh, oké. Okay. Oh, nee, ik wil niet terug. Au, fucking shit. Nee, maar godver. Ja, ik ga deze niet halen als ik het zo slecht blijf doen. Nee, ik heb nu 5 van de 10. Olé. Van de 10? 5 van de 15, sorry. Ah. Voilà, oké, ik heb 12. Oké, ik moet niet zo wanken, mijn excuses. Ja! Qualified, bitch. Hoe dan? Hoe doe je dat zo snel? Door ringen gaan. What the fuck? Hij heeft mij. Nee, pak die ring. En dan heb je wel echt heel veel. Oh. Nee! Hoe dan? Helaas, Perry. Maar hier houdt het voor je op. Dat vind ik heel sad. We gaan nog zien hoe ik deze game ervan afbreng. Misschien heb als ik wel... Zeg als je weer maar... eerst wordt, dan eet ik een pepernoot. Ah, is dat pikant? Is dat spicy? Oh, dat is van wat Sinterklaas uitdeelt. Ah, jawel, dat ken ik, ja. Dat ken ik. Maar dat is toch niks exciting? Ik dacht van, ja, die gaan een peper eten of zo. Maar ja, pepernoot, dat eet ik alsof het nootjes zijn. Oké. Als je weer eerste wordt, doe ik een druppel tabasco op mijn tong. Ah, that's what I'm talking about. Oh, wat? Ja, kut. Ah. Oh mijn god, dat was niet zo succesvol. Oh. Ik doe deze vrij snel. Niet te vroeg juichen, hè? Nee, inderdaad. Ik denk dat ik de druppel tabasco mag vergeten. Ah, er is nog iemand. Hij heeft uw skin, dat is wel toevallig. Oké, misschien dat ik het toch haal. Oh, jammer. Goed, ik ga deze video afsluiten. Ik ben zeer content van de video. Ik heb een win te pakken. Het was niet zomaar win, het was mijn eerste game van dit seizoen. En dan direct de win pakken, dat is wel de natte droom van elke gamer. Maar Perry, bedankt om mee te doen. Zeker. Ik hoop dat je het zelf een beetje leuk vond. Ik vond het zeker wel leuk. Ja. Buiten die ene level. Nou, dat maakt niet uit. Nee. Dat maakt niet uit. Volgende keer zal ik weer iemand uitdagen uit de Koninkrijk der Nederlanden. Goed, ik ga deze video afsluiten. Vond deze video leuk? Was een blauwruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer speel weer terug Fall Guys Season 3 Winter Knockout. En ik zeg ciao. Joejoe. Oké, holy shit, we hebben het, holy fuck. Oh, want seizoen 2 was zo eigenlijk al vrij teleurstellend, vond ik. Maar waarom? Had je het gespeeld?